Hoi allemaal, welkom weer op de vrijdagavond Goodnight Show van Dreams TV. Ik ben Chrissy Tommel en ik heb Roti Rembes gemaakt. Roti Rembes, wat is dat? Roti Rembes is niks anders dan de Japanse benaming voor redibere, tonoba of kokosbroodjes of kokosbollen. Het is mainstream bekend doordat de bekende bakkerijen in Suriname de broodjes ook bakken en verkopen. Maar toen ik klein was, kwam er elke zondagochtend een echtpaar in hun autootje, vanuit hun autootje, de broodjes verkopen. Al tuterend, want dat was de sein dat ze iets te kopen hebben, gingen ze de broodjes verkopen. En ik kan je zeggen, ze gingen als warme broodjes over de kofferbak. En ja, ik vond het zo zalig. Ik keek er echt elke zondag naar uit, naar de auto. En als ik de tutor hoorde, dan zeg ik tegen mijn ouders van die lekkere kokosbroodjes zijn er weer. Maar ja, mijn moeder kocht het voor ons hoor. Dus ik vrat het op. Zo was ik. Maar nu ik ouder ben, lust ik het wat minder. Maar niet dat ik het niet minder lekker vind. Het is gewoon, ik mis gewoon de authentieke smaak die toen vanuit de kofferbak verkocht werd. Maar goed, het echtpaar was een Nigeriaans echtpaar. Het verhaal van toen ik klein was is komen wijnen, want daar ben ik opgegroeid. En voor de mensen die Suriname kennen, Nikeri komen wijnen, het is geen kleine afstand. Dus de mensen hebben bij familieleden in komen wijnen gelogeerd en weekends gingen ze dan hun broodjes verkopen. Daardoor is het verhaal ontstaan dat het Nigeriaanse broodjes zijn. Dat kan kloppen. Vooropgesteld, ik ben geen wetenschapper, maar dit verhaal geloof ik meer omdat het een redibere, eigenlijk een Guyanees broodje is. Niet schrikken, want heel veel mensen denken dat het een Javaans lekkernij is, maar het is geen Javaans lekkernij. De Javanen kunnen het zeer zeker goed maken, maar nu heden ten dagen maakt iedereen het zo lekker, maar destijds dacht men dat het een Javaans lekkernij is. Het is een Guyanees broodje. Het heet daar red belly en tenoba komt ook daar vandaan. Want tenoba is een woord dat weer afgeleid is, althans de klank, van turnover. Turnover, tenoba. Omrollen, want je moet het brood omrollen. Dus turnover. En in Guyana hebben ze een slang. Dat is weer het Caribisch Engels slang. Net als in Jamaica. Is net als in plaats van Mr. Lover. Dan zeggen ze Mr. Lova. Dus is turnover is tenoba geworden. Ja, sorry voor mijn uitspraak. Ik ben niet zo goed in accenten nadoen. Maar hier zit echt een kern van waarheid in, want in Indonesië kennen wij deze broodjes niet. Maar door de verhalen die ik meekrijg, althans wat ik nu meegeef zijn meestal gemeenschappelijke verhalen. Ik pik het op bij familie A, bij familie Z, familie F, die elkaar niet kennen en ze vertellen mij hetzelfde verhaal. En dan denk ik, ja, daar zit een kern van waarheid in. Dus ik geloof stellig dat het een Guyanees lekkernij is. En daar heet het officieel Selara. En de Selara / Red Belly / Tenoba. En in Suriname redibere, vrij vertaald van Red Belly, dus rode vulling. En ik geloof dus stellig dat het een Guyanees lekkernij is. Want in Indonesië heb ik het nog niet gezien. Misschien heb ik niet goed gekeken, dat kan ook. Maar ik heb het daar niet teruggevonden. En ook dezelfde smaak. Of althans een soortgelijke smaak. Bij de Javanen heet het broodje Roti Rembes. Waar de naam vandaan komt, kan ik nog niet echt een stevig verhaal van maken. Omdat ik bij verschillende verhalen hoor. Meestal trek ik conclusie uit gemeenschappelijke verhaaltjes. En dit keer heb ik dat niet. Dus dit hou ik mensen te goed. Want het is best wel een interessante vertaling. In Suriname hebben de bekende bakkerijen dit nu in hun assortiment.
En wil je ook zelf maken? Kijk hoe ik het gemaakt heb met superzachte deeg.
Nou, dat was het. Rol het niet te strak, want je moet de deeg een ruimte geven om nog te rijzen in de oven. Je mag zoveel kokosvulling eroverheen smeren hoeveel je wilt. Maar geef het wel de ruimte om te rijzen nog, want hij kan nog heel hoog rijzen. Ook krijg ik vragen van over bewust eten, zoals suikervrij, zoutvrij, melkvrij. Je kan altijd alles weghalen. Althans, suikerzout kan je altijd weghalen. Koeienmelk kan je vervangen door kokosmelk of sojamelk. Dat kan altijd, maar het heeft wel invloed op de smaak. Maar suiker en zout, dat zijn smaakversterkers. En uiteindelijk leer je wel om zonder suiker en zout alles ook lekker te vinden. Dus probeer het maar met sojamelk of met kokosmelk in plaats van koeienmelk. En de smaak zal verrassend zijn, maar niks is uitgesloten. Je kan het altijd aanpassen. Ik ga mijn vlog afsluiten. Ik ga genieten van mijn roti rembes. En ik sluit altijd af met het woord van de week. Maar dit wordt zeker het woord van het jaar. Ik kan het niet eens uitspreken, maar ik wil jullie het niet onthouden. En dat is 1,5 meter samenleving. En dit wordt zeker ook opgenomen in het woordenboek. Mensen schrijven het fout. Check maar hoe het geschreven wordt. En ik zie jullie volgende week. Ciao!